De intrede van Sugar Jackson in een bijzonder sfeervolle Lotto Arena in Antwerpen. De 5 jaar oudere Christian de Martinis is een geducht tegenstander. Maar Jackson begint furieus aan de kamp en haalt keihard uit in de derde ronde. Iedereen denkt aan een vroeg einde van de kamp, maar de Martinis kan voort en brengt Jackson vanaf de 7e ronde op zijn beurt af en toe in de problemen. Jackson ademt diep en in de 12e en laatste ronde gebeurt het onvermijdelijke. Een snoeiharde linkse maait zijn Italiaanse tegenstander neer. Met een zware hersenschudding moet hij naar het ziekenhuis. Sugar Jackson blijft Europees kampioen bij de weltergewichten. Dat was niet normaal, hè. Dat is echt hard. Allee, die tegenstander, dat zijn goede boksen, hè. Slim. Maar ik ben de beste. Na 3 ronden, je bent fantastisch begonnen. Ik dacht na 3 ronden, het gaat snel gedaan zijn, maar het was niet, hè? Ja, dat is iemand die kan koe incasseren, hè. Dus als dat niet gaat, je krijgt nu alles geven. Je moet gewoon rustig, dat is 12 ronden. Je moet de kampen winnen, hè. Niet KO. Als dat KO komt, ja, dat komt ook, hè.